Dames en heren, het kinderzirkus. Zoals ik u daarnet al zei, ik ben al lang blij dat ik werk heb. En op dit moment beeld ik voor u met veel plezier een klein meisje uit. Een bekend regisseur heeft tegen mij gezegd: wanneer je een klein meisje uitbeeldt, dan kun je het beste met een verdraaide stem gaan praten. Dus daar gaat hij dan. Mijn naam is Gerda. Ik ben 8 jaar oud. En dit is mijn fotoalbum waar mijn ouders een klein voorwoordje in hebben geschreven. Hallo Gerda. Welkom in ons gezinnetje waar je werd geboren op 1 januari 1979. Je werd 2 weken te vroeg geboren. Maar dat wil niks zeggen hoor. Christus werd door een maagd op aard gebracht, dus over te vroeg geboren gesproken. Dat begrijp ik niet. Wanneer wij je luier zo eens bekijken, dan zou het niet onverstandig zijn dat je wat banaan kreeg. Banaan stopt namelijk. Ja, dat ligt er natuurlijk aan hoe je hem gebruikt, hè? 1 december. Pas op 1 december slaap je voor het eerst de hele nacht door. 2 december, mama's eerste lachje. 3. Daarna volgen er wat foto's van de bevalling. Daar begrijp ik niets van die foto's. Ik begrijp sowieso niks van die hele geboorte. Daarom vroeg ik ook aan mijn moeder. Ik zeg, mama, moet je horen. Toen ik lang geleden werd geboren, ging dat net als bij ons Vicky gisteren, die puppy's kreeg. Had ook ik mijn oogjes nog niet open, kon ik al wel drinken, maar niet lopen. En heeft papa toen ook al mijn broertjes en zusjes verzopen. Hoe ging dat geboren worden eigenlijk in zijn werk? Hallo. Waarop ik op een gegeven moment... Hallo, meisje. Hallo. Wie is daar? Zin in spelletjes. Zeg, heb jij zin in spelletjes? Wat voor spelletjes wou je doen dan? Mooi. Vieze spelletjes. Nou nee, ik heb net een nieuwe jurk aan. Vind je dit trouwens een mooie jurk die ik aan heb? Weet je wat jou leuk zou staan? Nou? Niets. Zeg, ben jij soms zo'n vies seksistisch mannetje die denkt dat hij alles kan maken? Ja. Mag je mijn fiets wel maken? Tot
tot zover de kindercircus. We waren trouwens verder nog bij de kindercircus. Een heuse beer. Een heus paard. En er nog iemand die verkleed was als hond. Die dia met het paard heb ik trouwens nog wat werk mee gehad. Want ja, ik had het pak wel. Maar ik had niemand om er voor de dia even in te zitten. Dus ik bel een fotomodellenbureau op. Heeft u misschien twee modellen voor mij? Komen er de volgende ochtend twee beeldschone vrouwen langs. Prachtig opgemaakt, zo van de kapper. Wat moet er gebeuren? Ik zei, nou, daar ligt het pak. Vonden ze niet zo leuk. Heb ik gelukkig nog tactisch op weer te lossen. Is er, weet je wat, dan mag degene met het mooiste gebit mag voorin. Piano maak ik ook gebruik van. Valt me meer dat hij doet. We kwamen namelijk gisteren al in de Schouwburg. Toen lag er een briefje op de piano. Daar stond op: piano is kapot. De piano was helemaal niet kapot, maar er waren wat opgeschoten jonge lui in dit gebouw. Die hadden op een papiertje gezet: piano is kapot. En dat papiertje hadden ze op de piano gelegd. Vandalisme. Ik zal er niet te lang bij stilstaan, maar volgens mij is er maar een kleine minderheid die zich aan dat soort zaken overgeeft. En we kunnen wel af gaan geven op zo'n minderheid, maar uiteindelijk zijn we allen ook al lid van de minderheid. Ja, u en ik horen alle twee al bij een of andere minderheid. Er zullen natuurlijk ook al mensen zijn die absoluut bij geen enkele minderheid horen. Maar dat zijn er dan ook maar zo weinig.